De vader van volkszanger Sander Kwarten is gisteravond 6 keer met een mes gestoken. Het gebeurde bij café Het Trefpunt in Rukve bij de cd-presentatie van volkszanger Rinus Werris. De vader van Sander Kwarten kreeg in het café aan de Raadhuisstraat ruzie met een andere man. En toen de presentatie voorbij was, werd hij buiten voor het café neergestoken. De vader is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gevlucht. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is niet bekend. De omgeving van het café werd afgezet voor onderzoek.